De achterkant van de zon wordt verteld vanuit twee perspectieven. Het eerste perspectief is Soufiane, een jongen die opgroeit aan de rand van de Marokkaanse woestijn. En Sonja, een Nederlandse vrouw die woont op leeftijd, die verblijft in een verzorgingstehuis. Ze zijn totale vreemden voor elkaar, wonen in compleet verschillende werelden, maar hun levens worden allebei aangezwengeld door hetzelfde meisje. Soufiane is 12 jaar. Als zijn vader, die woestijngids is, thuis komt met een blond meisje, een wees, een te vondeling gelegd kindje. Hij raakt totaal gebiologeerd door haar, probeert zo goed mogelijk voor haar te zorgen en probeert tegelijkertijd te ontrafelen hoe zij in de woestijn terecht is gekomen. Flash forward naar 17 jaar later, als Sonja in het verzorgingshuis verneemt dat er een meisje heeft aangeklopt die claimt haar kleindochter te zijn. Ik wilde een boek schrijven over een leven dat op de verkeerde plek terechtgekomen is. En hoe dat ingrijpt op de familie die haar verloren heeft en de familie die haar, zogezegd, gekregen heeft. Ik wilde schrijven over twee werelden die botsen, over wat er gebeurt als we met de ander te maken krijgen. Wat maakt dat we bepaalde mensen als de ander met hoofdletter zien en andere mensen als eigen.